En de volgende gasten, Shirley van Halem en Joren van Gilst. En ik mag losbranden, heb ik begrepen. Heel goed. Shirley, je hebt net een sessie gegeven. Ja, vanochtend. Vertel, waarover? Vanochtend om 10:40 was ik aan de beurt. En toen heb ik verteld over 5 misvattingen omtrent CRO. Maar die misvattingen heb ik omgebuigd naar tips voor organisaties om mee aan de slag te gaan en meer ROI te halen uit een concrete tips. Proces, juist. Ja. Nou, Bart? Bart smacht naar concrete tips om dingen te doen. Dat is wat overdreven. Maar concrete tips. Maar liefst dan. Nee, luisteraars zijn daar over het algemeen dol op praktisch advies dat ze misschien zeker vandaag al zelf kunnen toepassen. Ja. Dus ik zou zeggen, heb je er een dus, Shirley, vertel eens één van die 5. Nou ja, die misvattingen, we wilden niet te lang stilstaan bij de dingen die er misgaan, maar ja, er zijn toch wel heel veel misvattingen en trends gaande in ons vakgebied. Een van die misvattingen is dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om de return on investment van CRO inzichtelijk te maken. Dat is niet juist. Ik ben meteen heel benieuwd. Ja. Nee, dat komt heel vaak terug als wij proberen CRO op de kaart te zetten voor onze opdrachtgevers. Dat dus niet mogelijk is. En wij hebben het wel mogelijk gemaakt om dat te doen. Met behulp van onze data scientist. En dat geeft vaak toch net het laatste setje in de goede richting om toch aan de slag te gaan met CRO. En dat je merkt. En is die data scientist dan een beetje een black box? Of kun je vertellen hoe nou, je dat gedaan ik, heeft? Ja, ik ben niet zelf de data scientist. Ja. Dus helaas kan ik. Ja, ik weet er ook gewoon niet het fijne van. Maar ik weet wel dat het op basis van kansberekening heeft gedaan. Ja. En dus kijk naar alle data van alle tests die we tot nu toe hebben gedraaid voor onze opdrachtgevers. Ja. En daar dus een berekening op loslaat. Dus dan vullen we de data in die we nu weten van die opdrachtgever. Dus het gemiddeld aantal sessies, het gemiddeld aantal gebruikers, het conversieratio en de huidige orderwaarde. En dan rolt daar dus uit in hoeveel uplift we kunnen gaan realiseren. Hoeveel zekerheid, want het blijft natuurlijk een prognose. Ja. En in hoeveel maanden we dat gaan doen. Dus we willen ons daar niet te veel aan vasthouden. Maar het is voor ons wel heel goed om dat te hebben. Om ja, toch ook iets van een houvast te hebben. Ja, precies. Ja. Om toch ook in geld te praten. Want het is toch waar veel organisaties gevoelig voor zijn. Ja, dat is naar mijn idee een beetje de paradox van AB-testen. Dat je het heel goed kan zien met één AB-test natuurlijk wat het effect is. Ja. Het liefst ook in geld natuurlijk. Ja. Niet alleen maar in conversie uplift. Ja. Maar dat heel lastig blijkt te zijn voor veel bedrijven, behalve die van jullie, om dat inzichtelijk krijgen over een heel jaar, zeg maar. Dus dat is toch een stuk lastiger. Ja. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd, maar dan heb je wel enorme bak met aannames die je sowieso moet doen. Ja, dat is wel fijn die je dan uitschuift van, heel simpel. Valutaschommelingen. Ja, precies. Nou ja, om maar iets stoms te noemen. Ja, hoe meer data deze berekening krijgt, hoe slimmer die ook wordt natuurlijk. Ja. En we blijven die database bijwerken. Dus het is nooit 100% zeker, maar het wordt wel steeds valider om dat gewoon zo te zeggen. En dat is wel heel fijn voor veel bedrijven. Ja. En het is ook voor ons handig om erbij te houden of we op koers zijn of we bij moeten sturen, target te halen. Heeft ook wel een keerzijde natuurlijk. Want als je zegt van tevoren, we gaan een uplift van 10% in een jaar realiseren. En je bent er na een half jaar, dan denken veel bedrijven toch, we zijn al klaar. En we gaan ons budget verschuiven. En dat was ook de tweede misvatting, dat het dus een eenmalig project is, CRO. En dat, is helaas niet zo. Is gelukkig niet zo, want dan is het pas net begonnen na een jaar. Ja. Dus dan gaan we natuurlijk pas beginnen. Dan heb je net de analyse gedaan en dan heb je allemaal ideeën. En dan ga je per definitie dan pas echt leren. En dat groei houdt nooit op. Dus het is ook niet zo dat je na een jaar klaar kan zijn. Nee, het is een continu proces. Wat natuurlijk ook dan heel lastig wordt, is om je rente-op-rente effect, zeg maar, goed inzichtelijk te maken voor zo'n bedrijf. Dus als je jaar op jaar een verbetering haalt, het is niet echt goed te zien in de stijgende lijn in conversies. Maar het is wel echt heel lastig om dat bijvoorbeeld hogerop goed te tonen of echt aan te tonen. Nou ja, en je zegt inderdaad de stijging in conversie. Maar er zijn genoeg bedrijven waar de trend naar beneden is. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja. Of in ieder geval bepaalde onderdelen van een bedrijf. Ja. Hopelijk niet het hele bedrijf. Maar als een deel van jouw bedrijf naar beneden gaat, kun je bijvoorbeeld conversieoptimalisatie gaan doen. Mm-hmm. En als je daarmee het kan afvlakken, die neergaande trend, supermooi. Maar wat heb je bereikt? Ja, dat we niet verder zakten. Ja. Alsnog een lastig te verkopen soms. Maar heel positief natuurlijk. Ja. Ja, weet je, met zo'n berekening, je zegt wel gewoon, je maakt een prognose, maar eigenlijk leer je gewoon heel veel over je doelgroep. En dat kan je wel vertellen, maar dat is toch vaak dat ze denken, maar wat halen we er dan uit? Ja, en dat proberen we toch inzichtelijk te maken voor ze. Ik denk dat een side effect van dat doen is ook dat je erachter komt wat nu echt belangrijk is voor het bedrijf, zeg maar. Wat dan over een jaar, welke KPI's? Ja. Morgen ook al over gehad, dat KPI's dat sowieso lastig is om dat te bepalen voor veel bedrijven. En ook omdat er heel veel strategische keuzes maakt. Van de conversie omhoog is niet alles, zeg maar. Nee. Je wil ook winstgevend zijn, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, dat was eigenlijk mijn punt. Om conversies, nee, dat is wel mooi. Want het was ook een trend die je ziet. Is dat er dus heel veel misvatting bestaat. Dat het dus draait om die conversies. Ja, tuurlijk is het uiteindelijk het doel voor veel bedrijven. Maar het draait juist om de gebruikservaring. Maar het zit ook in de naam. Conversion Rate Optimization. Conversion ja, die naam. Dat is die ook naam, al een paar keer voorbij gekomen. Ja, die naam is niet heel erg lekker. Maar, nee. Dus, dat is nu eenmaal wat de bekende naam is. Dat is hoe het is. Ja. Wij proberen wel ook steeds meer naar buiten te treden met wat onze visie dan reflecteert. Dus Customer Experience Optimization veel meer de lading dekt. En ik hoorde vandaag ook al andere namen voorbij komen. Dus het is wel goed dat ze daarover nadenken. Ja, David Beentjes van ClickValue had het over CXO. Ja, CXO. Ja, nou, zullen we gewoon een C-vraagteken-O doen? Ja. Dan gewoon of sterretje, dat het afdekken. Ja. Als industrie is het misschien wel goed om voorlopig nog een beetje CRO aan te hangen. Ja. Zodat opdrachtgevers ook begrijpen wat vinden. Het ongeveer... Ja. Nu het eindelijk landt en dan ineens de naam eraan veranderen, dat is ook niet handig. Nee. Als wij met z'n allen gewoon blijven uitdragen dat CRO niet alleen maar gaat om die kleur van die knop. Precies. Maar om een veel breder customer journey optimization, dan komen we wel in lijn, denk ik. Precies. En nog een kleine growth hack tussendoor. Als je inderdaad problemen hebt met het bedrijf dat ze niet snappen welke KPI's ze en dat het niet zo belangrijk is dat ze dat denken. En alleen maar richt op bijvoorbeeld conversie. Nou, oké, dan verhoog ik volgende week jouw conversie met 20%. En wat je doet is gewoon, je blokkeert gewoon de slechtste helft van de traffic of zo. Ja. Kijken wat ze daarvan vinden. Hey, conversie ging toch omhoog? Ja. Dan heb je daarna wel een goed gesprek over de conversie en de juiste KPI's, denk ik. Ja. Dus volgens mij hebben Ton en Bart ooit 2 of 3 jaar geleden zo'n sarcastische blogpost geschreven. Van hoe krijg je je conversie naar 90%? Ja. Ja, 1 pagina laten werken en je moeder wat laten bestellen. Ja. Ja, als het werkt. Ja. Nee, maar ja, uiteindelijk inderdaad wint. En dat maakt het soms ook zo moeilijk als iets als naamsbekendheid bijvoorbeeld dan opeens erbij komt. Wat dan een belangrijk KPI is, maar in het hele conversieproces niet echt een rol kan spelen. Ja, nee. Wat dan? Ja, het is ook maar net hoe je het meet natuurlijk. Naamsbekendheid is wel moeilijker te meten. En dan is het toch al vaak van, laat maar zitten, dan kijken we gewoon naar die conversies. Ja. Maar het staat natuurlijk heel erg in verband met elkaar. Dus... engagement, dat soort metrics, dat moet je er gewoon bij houden. Ja. Of kwalitatieve input van de gebruiker. Niet alleen maar die conversies. Want dan sta je wel blind op 1 metric en dat is zonde. Je bent met veel meer bezig dan dat. Joran, ik heb nog een vraag. Kun je ze even voorstellen? Ik ben een beetje laat. Ik besef me dat ik jou die kans niet heb gegeven. Oké, ik ben Joran van Gils. Ik werk al... Ik denk iets meer dan 4 jaar voor Traffic Builders. Puur als CXO-specialist dan ook. Je hebt vandaag jezelf gerebrand. Ja. Nu ben ik CXO-specialist. Komt op hetzelfde. Dankjewel, David. Ja. En dat doe ik ook voor een aantal klanten al heel lang. Voor sommige nieuwe klanten ook allemaal conversietrajecten van groot tot klein. Ja. Dus echt van opdracht is tot scans van landingspagina's. Tot en met echt trajecten die al een jaar of 3 of 4 of 5 duren. Maar waar we tot nu toe veel succes mee hebben behaald. En ik vind juist die verschillende opdrachten vind ik juist heel leuk. De verschillende kleine sites, dat echt mega sites of corporate, zeg maar. Die eigenlijk hetzelfde willen, dat ze die website iets beter maken. En die van verschillende vraagstukken zetten en die je dan ook goed kan gaan oplossen. Wat zijn voor jouw gevoel de grootste verschillen tussen de aanpak van dat soort bedrijven? Dus de hele kleintjes en die hele grote die hebben? Nou, het is wel een goede vraag op zich. Dank je. Het grootste verschil in aanpak. Kijk, bij een kleine bedrijf heb je al vaak één iemand die verantwoordelijk is voor marketing of voor online marketing specifiek, of misschien alleen voor de website. En daar kan je wel heel snel mee schakelen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, oké, laten we dit testen. Als zij het ermee eens is, zij moet misschien verantwoordelijkheid afleggen hogerop. Geef dan akkoord en dan kan je in principe aan de slag en kan je schakelen. En dan kan het snel gaan. Dus ga je velocity gaat omhoog, of kan heel hoog zijn potentieel. En bij grote bedrijven kan dat ook het geval zijn, maar moeten er, zodra het project goed loopt, steeds meer meningen overheen. Wat moet door meer deuren heen, zeg maar. En dan kost het ook wel meer moeite om snelheid veel testen doorheen te jagen of resultaten te behalen. En dat is wel een verschil. Ik heb ook organisaties gezien waar dat wel heel snel nog kan. En ik denk dat je dat erin moet houden om optimaal bezig te blijven in dat opzicht. Dus echt agile ben je met 1 persoon. Ja. Toch gaat het pas snel. Ja. Ik denk dat het voor mij het grootste verschil is. Snelheid, ja. Veel bureaucratie, veel overhead bij die grote partijen.
Ja, of gewoon veel discussie over hypothese. Ik had net even iets anders design en dat dan weer door drie lagen heen moet. En denk van ja, oké, maar laten we eerst gewoon even testen en kijken wat het resultaat is. En daarna gaan discussiëren van oké, is het goed of niet? Of wat gaan we eraan doen? Of hoe gaan we precies designen? Ja. In feite, bij grote organisaties wordt het hele conversietraject steeds politieker. Hè? Dat wordt steeds belangrijker onderdeel ten opzichte van echt letterlijk de techniek of de testen of de uitslag. Ja. Om te zorgen dat je het überhaupt doorheen krijgt. En als de test dan goed is, dat je het ook nog mag implementeren. Ja. Nog een stap verder. Ja. Hey, zijn jullie bang voor je baan? Ik heb net gehoord dat CRO dood is. Dus ja, nee. Ja, precies. Ja. Wie zei het dit keer? Wie was het nou? Van Onder Dijlook. Tom. Tom, denk ik. Tom. Ja. Tom. Met Tom van den Berg. Juist, ja. Ja. Van de week gisteren hebben we zijn aflevering gepubliceerd. Dus we hebben het er een beetje over gehad. Ja. Maar ja, maak je je zorgen? Nou, nog niet. Nee, CRO is dood en CXO leeft. Was dat het? Ja, daarom hebben we het. Nee. Nee, ik denk niet dat het voor de korte termijn in ieder geval. Maar we moeten wel nog meer draagvlak gaan creëren. Om het in ieder geval binnen de hele organisatie uit te rollen. En inderdaad, wat Tom heel goed zei. Niet één afdeling voor CRO. Maar gewoon dat het hele testprincipe door de hele organisatie. En dan denk ik niet dat het een bedreiging is. Ja, het thema van vandaag, culture of experimentation. Juist. Dat moet het hele bedrijf doen, niet alleen maar dat ene team of die ene lone nut. Nee, want dat team die weet echt wel waar die mee bezig is. En dat zit vaak wel goed. Alleen het verkopen aan de rest van de organisatie en het meekrijgen van die organisatie, dat is toch wel vaak een struikelblok. En als het daar dan stopt, dan is CRO dood. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja. Al die jaren voor niks. Nee, ik denk niet dat het... Want ik denk ook, want het is... nog best een complex vakgebied. Als je dit uitlegt aan anderen, mensen die er niet mee bezig zijn, dan vinden ze het vaak super interessant. Maar ze hebben wel eens iets van, dat is wel heel veel. Beetje psychologie, data, statistiek. Veel wat je moet doen als CRO-specialist. Dus ik denk niet dat het heel erg snel bijvoorbeeld overgenomen zou worden door online marketeers in het algemeen of zo. Ja. Nee, ik denk dat dat misschien niet door online marketeers in het algemeen, maar dan hebben we natuurlijk ook nog machine learning, AI. Ja. Ja. Potverdorie. Ja. Ja, Carl zei net heel goed dat het niet door dat soort technieken komt, maar doordat je doelgroep uit het oog verliest. En dat vind ik altijd wel mooi. Dat heel veel bedrijven digitaal de schuld geven van alles. Dat alles digitaal wordt. En ze weten gewoon niet zo goed hoe ze met een doelgroep dan moeten omgaan. En dat is dan waardoor het misgaat. Ah, dus dat was het. Ja, dat wilde die vanmorgen niet verklappen. Want, ja. Heb ik een spoiler gegeven? Oh, nee hoor. Oké. Okay. Wilde zessie. Ja, het was een nieuwe talk. Ja, ik wilde bewaren voor de presentatie. Ja, ja. Goed. Ja, dat is ook zo. Nou. Maar zien jullie je werk wel veranderen in de komende? Wat zou je verwachten, zeg maar, als je jouw werk over 5 jaar bekijkt? Nou, ik denk misschien dat het nog wel deels hetzelfde kan zijn. Maar ik denk wel dat er een of andere soort van slimme AI tool komt die misschien een deel van je werk al overneemt. Of die gewoon alle common tactics een keertje automatisch kan testen. Bijvoorbeeld als je een A tot en met Z test doet bijvoorbeeld. Ja. En daar learnings uit haalt. En dat over, weet ik veel, 100 bedrijven daar een slimme tool van maakt. Zou toch lekker zijn? Ik kan niet wachten tot al die... Ik bedoel, waar een AI of machine learning waarschijnlijk begint. Zijn al die taken waar je eigenlijk... Ja. Niet zo nodig. Prioriteren waar je überhaupt moet gaan beginnen. Ja, precies. Dat is al uren en uren en databases doorploeteren. Ja. En dat zou mooi zijn. Ja. Maar de basis is dan wel, waar we het net ook al een paar keer over gehad hebben, je data moet wel op orde zijn. Juist, ja. Ja, dat is waar. Maar dat is die AI's probleem. Ja, los je aan me op. Dat is wel het gevaar natuurlijk, dat je de verkeerde volgorde, dat hebben we vandaag ook al een paar keer gehad. Dus, laten we een AI of machine learning tool naar binnen schuiven. Oh, die zegt dat. Nou, laten we dat dan maar gaan doorvoeren. Ja. Terwijl de data waar die machine learning tool zijn beslissingen of zijn resultaten, bevindingen op baseert. Ja. Ja, als je daar naar gaat kijken, dan denk ik van we missen een doelgroep. Of? Ja. Klopt niks van. Ja, zo wilden wij, wanneer was dat, vorig jaar, de resultaten van tests gaan automatiseren. Ja. Maar dan kom je er toch, als je dat gaat doen, heel erg snel achter wat er allemaal niet goed gaat in de data. Ja. Ja, dan moet je daar beginnen en niet bij het automatiseren ervan. Dus dat is de basis, denk ik. Ja. Okay. Maar toen het uiteindelijk goed stond, normaal ben je best wel lang bezig met een analyse, omdat je alles moet uitdraaien en zo. En nu kon je eindelijk gewoon je tijd besteden aan het echt analyseren. Gewoon kijken waarom is het zo en wat is mijn aanname. En dat, dat is altijd veel leuker om te doen, vind ik ook. Ja, veel waardevoller, zeg maar. Als je iets kan uitbesteden, als een tool dat kan doen en dat dan even vooropgenomen dat het goed gebeurt. Ja. Op basis van goede data.
Heel we hebben een aanname, het, maar ja. Dan is dat wel. Ja. Lijkt me dat geen probleem. Top. En een vraag in de YouTube-livestream. Misschien brutaal om te vragen tussendoor. Nee, prettig. Dat is helemaal de bedoeling. Dus stel vooral je vragen. Misschien brutaal om te vragen tussendoor. Hoe spelen jullie in op de switch van desktop naar mobiel? Oké. En toen keken ze elkaar aan. Ja, precies. Ja. Nee, dat is natuurlijk al jaren... Nee. Waarom zouden we... Nee, dat is al desktop? Jaren natuurlijk... Gebruik je nog mensen een desktop? Ja. Een begrip. Ja. Mobile only, mobile first begrippen. En ik vind nog steeds dat... wij zijn natuurlijk aan het optimaliseren vanaf desktop. Dus wij bouwen onze test vanaf desktop. Waardoor er toch nog heel vaak voorkomt... dat je dus vanuit die desktop gebruiker gaat denken. En dan kijk je dus later in je data en dan zie je... Oh, 70% van de bezoekers zit op mobiel. En dat wordt steeds meer. En dus ook bijvoorbeeld bij e-commerce bedrijven, waar het eerst helemaal niet zo was, zie je toch echt die switch naar mobile. Dus wij maken aparte analyses voor mobile. En maken ook een apart testplan voor mobile, omdat we dat gewoon meer centraal willen stellen. Om ook onszelf er niet op te betrappen dat we vanuit die desktopgebruiker denken, alleen omdat we die test bouwen op desktop. Ja. Dus is heel belangrijk. Zijn er dan ook andere segmenten waar je standaard naar kijkt? Maar in principe, mobiel is gewoon een standaard segment. Ja. Er zijn zoveel die je kan kiezen. Ja, bronmedium, gebruikersdiepe, dus nieuw, terugkerend. Die segmenten checken we altijd als we resultaten gaan analyseren. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Joran? Ja, ik denk vooral, om op de originele vraag te antwoorden, ik denk vooral ook aan je... Kijk, wij werken natuurlijk voor klanten en dat het ook aan je klant ligt waar voor hem of haar prioriteit in ligt. We hebben bijvoorbeeld voor onze eigen DB-site is er volgens mij dat 80% is desktopverkeer. Dus dan zou ik, als we zouden gaan testen, nooit een test van mobiel voorstellen, zo om te zeggen. Maar je hebt ook heel veel klanten die wel echt een mobile focus hebben. Die wel dat een prioriteit hebben. En dan kunnen we wel strategisch op plannen gaan aanpassen om veel meer op mobile te gaan focussen. En ja, echt daar een performance boost te gaan halen. Ja. Dus ja. Stel net ook de vraag aan Wouter. Het gaat een beetje, jullie hebben ook een vrij brede range aan marketingactiviteiten die jullie voor klanten kunnen doen. Yeah. Stel een klant komt naar jullie en die zegt van ik heb 100.000 tot mijn beschikking hiervoor. Dat geef ik aan jullie. Laten we dat even vooropstellen. Dat is wel fijn. En voor een gemiddelde klant, dat is natuurlijk van klant afhankelijk, dat snap ik. Maar voor een gemiddelde klant, als je dat een beetje bekijkt van de doelgroep die jullie hebben, waar moet die dan uitgeven? Hij geeft het aan ons als traffic builders of hij geeft het aan CRO? Hij geeft het jullie aan als traffic builders. Okay. Dus je hebt CRO, je hebt CA. Je kan mailingen gaan versturen. Juist. Wat je zegt is waar. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel verkeers we nu al hebben. Dus dan zouden we eerst een nulmeting maken om te kijken waar staan ze nu. En wat zijn jullie doelstellingen, maar vooral ook wat zijn de wensen van de doelgroep. En dan gaan we een strategie uitdenken. Wat ook een misvatting weer, is dat CRO... Staat deze in je lijstje? Ja, zeker. Okay. Ja. Ik voel een bruggetje. Ja, heel goed. Heel goed. Dat CRO niet nodig is naast advertising. En dat horen wij nog veel te vaak, maken we ons ook best wel zorgen om. En het is ook heel moeilijk om de wereld uit te helpen. En wat je dan dus krijgt als antwoord als je bijvoorbeeld CRO op de kaart wil zetten, is waarom? We zetten toch wel advertising in. En dat is een advertising dan als AdWords? Of? Juist, ja. AdWords, display, dus mediabudget. Ja. Het probleem is vaak, wat wij zien bij onze klanten, vaak ook de grotere, is dat advertising wordt gefinancierd uit mediabudget. En CRO komt vaak uit het IT-potje of analytics-potje. En hebben ook andere KPIs, dus kunnen eigenlijk nooit echt goed samenwerken. En ja... Idealiter zou CRO ook gefinancierd worden uit bijvoorbeeld bestaand mediabudget. Dus dat je je budget wat eerlijker verdeelt. En kijkt ook van dan hoef je niet extra te investeren. Ja. Dus dat is iets wat we wel roepen nu. Omdat het toch nog te vaak gebeurt. Dat is zonde. En dat zeggen onze collega's van advertising ook. Alleen dat landt nog niet altijd bij de klant. Nou ja, dat was ook een van de andere stelling inderdaad. Ja. Van Rick Wij, die zegt van eigenlijk heb je niet eens meer budget nodig. Nee. Die stelt van als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt om website performance, bijvoorbeeld de speed te optimaliseren, zou je het resterende budget kunnen halveren voor hetzelfde netto resultaat. Juist, ja.
En dat is precies wat er gebeurt. Nou ja, wat er dus nog te weinig gebeurt, vinden wij. En ja. Dat is dan de present bias. Dus dat ze liever nu meer verkeer hebben op de korte termijn. In plaats van samen met dat meer verkeer ook meer conversies halen op de langere termijn. En dat ze dus de langere termijn in die zin ondermijnen. En dat is zonde. Dus daar pleiten we wel voor. Ja, CRO uit mediabudget. En dat kan gewoon bestaand mediabudget zijn en dan meer rendement eruit halen. Wel grappig trouwens dat je zegt dat CRO-budget vaak uit bij IT zit. Mijn ervaring is dat heel veel bij marketing zit ook. Marketing, gewoon een ander potje dan mediabudget. Ja. En dan kan je eigenlijk ook niet, want helemaal van ons, wij zijn natuurlijk een bureau, zitten niet altijd bij de klant op locatie. Dus dan kan je er ook niet voor zorgen dat die afdelingen of die potjes zeg maar goed samenwerken. En als dat wel gebeurt vanuit eenzelfde potje, dan is dat wel een stuk makkelijker. Dat scheelt wel een hoge drempel. Ja. Dat is ook wel een beetje het thema van de dag, hè? Dat die potjes beter moeten samen... Potjes, ja. Dat klinkt ineens heel fout als dat. Ja. Nee, maar opvallend dat iedereen zit met hetzelfde probleem inderdaad. Ja. Dat klanten dat om wat voor reden dan ook vaak nog als iets verschillend zien. Ja. En wat we in de vorige sessie zeiden, misschien dat het vanuit de historie komt. Dat heel veel opdrachtgevers misschien al lang blij dat ze veel verkeer hebben. En dat ze daar jaren mee bezig zijn geweest. En dan moeten ze nu opeens weer het volgende gaan doen. En dat ze dat toch... als iets anders zien. Ja, en de conversie zien ze meer als fixed, zeg maar. Dus dan heb je zo'n formule staan. Ja. Van conversie is een soort van fixed, of in ieder geval veel, veel vager of lastiger te veranderen. Ja. Nou ja, die traffic, die kunnen we inkopen. Ja. En dan zien we of, ook snel resultaat. Ja. Of opmerkingen als, we zitten nu op een x-conversiepercentage. De groei is, de rek is er wel een beetje uit. Ik denk heel erg sterk dat veel klanten het ook... die niet heel erg bekend zijn met CRO Tech, super onderschatten wat je ermee kan doen qua potentie, zeg maar. Ja, wat dus wil je nog misschien dan? Kunnen we met maximale effort 10% halen, terwijl het op jaar basis misschien wel echt veel, veel hoger kan zijn in dat opzicht. En dat als je dat uiteindelijk doorrekent in totale rendement of ROI, om zo maar te zeggen, dat je dat veel hoger is. Ja, helemaal eens. Ja. Hoe zouden dat dan, hoe kunnen we die afdelingen aan elkaar koppelen? Als we allemaal beginnen met allemaal 100.000 extra uit te geven, dat zou... aan ons te geven. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk... voor de meeste bedrijven zou het in theorie een rekensom moeten zijn. Ja. Alleen het is een rekensom, wat je net al zegt, die heel moeilijk vooraf in kaart te brengen is. En waar heel veel haken en ogen en aannames aan zitten. Ja. En zeker, dat was zeg maar 5 of 10 jaar geleden met SEO ook zo erg. Of met linkbuilding. Als er dan een keer iemand iets had geprobeerd en dan in een half jaar werkt het niet, dan zijn ze er klaar mee of dan hebben ze er geen vertrouwen meer in. Ja, dat zie je met CRO bijvoorbeeld ook. Dat de basis niet wordt gefixt. Maar er worden wel 10 AB-testen gedraaid die uiteindelijk niks opleveren. In een week worden gedraaid, wel statistisch valide zijn, maar uiteindelijk gewoon helemaal geen goede test is. Nee. Waardoor mensen vertrouwen erin verliezen. Dus ik denk dat het een beetje diezelfde cyclus aan het doormaken is. En nu begin je... tuurlijk zijn de grote jongens er al mee bezig. Maar nu begint het langzaamaan door te druppelen naar... Ik denk dat het wel zo werkt als je het echt voor elkaar krijgt. En dat is als agency natuurlijk super lastig. Maar dat met de juiste KPI's stellen. Mm-hmm. En dan bedoel ik... Het is een performance indicator. Dus dat wil zeggen dat het de eindresultaat is. Ik bedoel, je zou eigenlijk gewoon lifetime value, daar zou je op moeten sturen. Nou ja, dat hebben bedrijven, de meeste bedrijven überhaupt niet, zeg maar. Maar zou je naar de next best thing moeten gaan? Oké, wat kunnen we wel, zeg maar? En eigenlijk zou ieders KPI daaraan gerelateerd moeten zijn. En niet dat als je een trafficpartij bent. Ja, we willen 10% groei in traffic, punt. Ja. Ja, dat is leuk, maar we willen ook meer omzet. Ja. Of we willen meer klanten, of we willen... Ja, wat we vaak proberen als we inderdaad tegen zo'n muur aanlopen van de CRO dat ze het niet willen, is door gewoon te zeggen, stel dat het een lead generatie is, van joh, wij kunnen gewoon zorgen voor meer leads, voor een x-budget gaan we het verhogen en wij gaan bepalen of we dat nou gaan stoppen in SEO of in conversieoptimalisatie. Yeah. En we gaan jullie achteraf vertellen wat we precies hebben gedaan en met de afspraak dat die leads gewoon zoveel meer worden. Ja, solutionstelling eigenlijk, dus dat je meer kijkt naar wat de opdrachtgever dan wil, maar ook de vraag achter de vraag. Dus ze zeggen vaak, ja, we willen meer verkeer. Oké, maar wil je dan, waarom wil je dat? En wil je dan misschien ook meer conversies, weet je wel? Je moet wel het gesprek aangaan. Alleen meer verkeer? Nee, alleen meer verkeer, ja. Ja, je moet er niet van uitgaan dat het enige is wat ze willen. En je moet ook weten wat de doelgroep wil natuurlijk. Hoe verkopen jullie je service? Is dat performance-based of al het fixed maandbedrag of gewoon fixed budget? Gewoon uren? Ja. Okay.
Ja. We proberen wel performance-based nog af en toe toe te passen, maar het is verschillend per case. Ja. Ja. Voor veel klanten nog lastig natuurlijk. Nou, ik snap het ook. Ik bedoel, heel veel bedrijven werken gewoon met vaste budgetten. Ja. Ja. Als jij 50.000 hebt voor iets, performance-based afspreken is toch lastig. Ja, zeker. Zo, ja. Zo werken die budgetten vaak gewoon niet. Nee. En dat is ook op voorhand gewoon bepaald. Zo, dus dan is het lastig om er tussendoor... Terwijl het natuurlijk voor het bedrijf veel beter zou zijn. Dat is jammer om dat soort dingen... dat moet je dan mee zien te dealen. Ja, het is zonde. Je ziet heel veel dingen gebeuren dat je denkt, oh, jammer. Maar ja. Jammer. Ja, jammer. Oh, jammer. Ja. Ja, ik had het ook een keertje... volgens mij heb ik dit al een keer in de podcast verteld. Bij een van de prijsvergelijkers in Nederland. Die heel erg banner gedreven zijn. Een keer een testje gedaan. En die banners, dat advertentienetwerk, zorgde voor zoveel vertraging op de website. We dachten van, als we dat eens een keertje gaan testen om dat eraf te halen. Ja. Krijgen we vast veel meer doorkliks. En dat is waar je mee verdient. Meer doorkliks. Ja. Naar de andere websites. Naar de Coolsblues, naar de bol.com, naar de whatever. Test gedraaid. Nou, we hadden niet alle banners eraf gehaald. We hadden iets van 80% eraf gehaald. De website veel sneller. En inderdaad, zoveel sneller, zoveel betere gebruikservaring. Veel meer doorkliks naar de eigenlijke klant, zeg maar. Hadden we dat doorgevoerd. En een paar weken later stonden al die banners weer terug op de site. Want er was een budget gemaakt voor dit kwartaal. Voor hoeveel banners we moesten verkopen. Ja. En hoeveel inkomsten we daaruit zouden hebben. Dat gaan we zo niet halen. Nee. Maar je verliest wel geld. Of die laat geld liggen, zeg maar. Je verdient minder geld door die banners op de website te hebben. Ja. Ja, dat is inderdaad zo'n momentje van... Jammer. Jammer. Ja, zeg maar netjes, hè? Voor mensen die nu luisteren of kijken. En we hebben hier natuurlijk veel... we hadden net ING bijvoorbeeld zitten. Echt de grote bedrijven zitten. Maar voor mensen die wel met conversie bezig zijn. Of dat ze algemeen online marketeer zijn. Waar conversie erbij hoort, zeg maar. Mm-hmm. Wat zou je aanraden dat zij gaan doen? Mensen die toch wel wat beperkter zijn in het budget. Hoe kunnen die het beste gaan starten? Zowel... letterlijk met een AB-test of zo, maar ook binnen de organisatie. Wat zou je die aanraden? Zero on a budget. Kijk gewoon sowieso naar de tools die dus laagdrempelig zijn. En gratis versie van Google Optimize kom je al heel in mee. Want je kan een koppeling maken met Analytics en dat is top. Ja. Dus kijk naar de betaalbare tools. Dat is een eerste. Maar kijk ook en investeer daar ook tijd in een proces. Want als je begint en draai misschien 1 test per 2 maanden... dan kan je nooit echt groei behalen. Je wil wel het wat groter oppakken. En dat kan met een proces. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Hoe zou een basic proces eruit zien? Nou, in ieder geval dat je van tevoren de doorlooptijd van zo'n test inzichtelijk maakt. En achteraf dan ook een gegronde analyse doet. Dus verdiep je er wel echt in voordat je ermee aan de slag gaat. Wat we heel vaak zien, is dat het dus inderdaad 1 test per maand of 1 test per 2 maanden. En dat het dan afgebroken wordt omdat het niet succesvol is. Maar het kan ook nooit succesvol zijn als je geen proces hebt. Dus als je zeg maar de tijd en het geld wat je wil investeren, steek dat in het opzetten van een goed proces. En het aanhaken, als dat kan, van bijvoorbeeld een developer. Want dat scheelt je ook weer heel veel tijd. Waar ik misschien 5 uur doe over een aanpassing, zie ik mijn developer af en toe. Dan denk ik, die is binnen een minuut klaar. Ja, dat scheelt zoveel tijd. En voor hem, piece of cake. Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen, ik zou vooral inzichtelijk maken welke resultaten je dan wel of niet hebt gehaald met een AB-test of met bijvoorbeeld een onderzoek en welke learnings dat heeft opgeleverd. En ik denk dat je daar ook wel ver mee kan komen. Dus als is een AB-test, het levert dat bijvoorbeeld een neutraal of hetzelfde resultaat op. Ik bedoel, dan heb je misschien iets getest wat dus eigenlijk niet uitmaakt. Dus zouden we eigenlijk met iets anders moeten gaan testen. En dat proces, denk ik, als je dat deelt binnen de organisatie, zou dat ook denk ik al vrij waardevol zijn om dat op te zetten. Ja. Al is het alleen maar om mensen enthousiast te krijgen dat er iets geleerd is. Maar dus zelfs als je in je eentje zit, zorg ervoor dat je goed bij blijft houden wat je geleerd en wat je getest. En zie alles als een learning. Dus als een test een negatief resultaat is het ook een learning. En breng het ook zo naar de organisatie, want dan zullen er veel meer draagvlak komen. Ja, dus mensen en processen. En niet een dure tool aankopen. Dat heb ik niet voorbij horen komen. Misschien later. Als je mensen overtuigd hebt van het nut ervan. Dat is altijd wel handig. Ja. Ja. Eerst overtuigen. Daar zou ik dan denk ik nog aan toevoegen. Volgens mij is die zelfs gratis. Volgens mij heb je de gratis versie van Hotjar. Dat je een bezoeker of 100 kan zien. Ja, 3 heatmaps. Ja. Maar zelfs 1000.
heatmaps van 1000 of is dus kan je... Precies. Ja. Nou, voor sommige mensen is dat al een eye-opener om dat te installeren. Zeker. En gewoon eens 2 uur lang bezoekersessies na te kijken. Te zien hoeveel knoppen er niet werken. Er zit zoveel tijd in dat. Ik vind dat zo leuk. Ja. Hey, zouden jullie, even iets anders. Zouden jullie, is er een top-of-mind AB-test die hierbij staat. Wat was het meest onverwachte resultaat dat je de afgelopen jaar voorbij hebt zien komen? Kun je die zo uit je mouw schudden? USB? Ja, ik... Nou ja, ik heb in 2016 geloof ik, heb ik voor Jerk Wills onderzoek gedaan naar brandoptimalisatie. En dat is dus het neerzetten van een merkbeleving op websites. Waar we daarvoor heel veel focusten op het verhogen van conversie, het verwijderen van frictie. Gingen we nu ook wat meer upper funnel, zeg maar, testen. En wat we toen deden was... simpele, in het begin nog simpele tests als bijvoorbeeld het toevoegen van USP's voor bedrijven die dat nog helemaal niet hadden. En dat werd een soort van best practice. Dus elke keer als we dat gingen testen voor opdrachtgevers, dan ja, ook een uplift in conversie zagen we toen. Dus dat was wel cool. Omdat ze toen, ja, dat was 2016, dus het lijkt ja, lang geleden is het ook. Maar toen waren ze gewoon nog niet zo ver daarin. En later gingen we wat meer experimenteren met de USP's. Van oké, wat past nou bij die gebruiker? Maar het alleen toevoegen ervan al. Ja, dat was wel een uplift. En niet alleen in engagement, maar ook echt in conversie. En dat zagen we terug voor verschillende opdrachtgevers. Dat was wel tof. Ja, ja. En was het dan zaak om zoveel mogelijk USP's toe te voegen als je maar kon bedenken? Nou, of, nee, we limiteerden ze vaak wel tot 3. Okay, ja, 3, ja. Ja, en dan gingen we gewoon brainstormen met de organisatie van, joh, wat denken jullie? En dan deden we doelgroeponderzoek en dan zagen we wat de doelgroep ongeveer zou willen. En daar maakten we dan een mix van en dat testen we dan ook met verschillende varianten. Ja. Maar het alleen, wat ik zeg, alleen het tonen ervan, dat was wel een mooi resultaat. Ja. Joran, zat je aan hetzelfde te denken of had je een andere... Het was wel een grappige testreeks, omdat het gewoon elke keer echt een fors resultaat had, zeg maar. Dus dat was gewoon 1 keer, was het, ik kan me herinneren dat het volgens mij boven de 20% was voor een klant. Die was er helemaal weggeblazen van. Ik zeg van ja, 20% is natuurlijk gigantisch veel voor een AB-test. Ja. En ook voor bedrijfsresultaat uiteindelijk. En toen hebben we dat gewoon nog een keer herhaald voor een andere klant. Misschien op het andere pagina of site-wide in dat opzicht. Dat bleek het gewoon weer precies hetzelfde bijna te doen. Dus hetzelfde gigantische effect zijn. Dat is natuurlijk wel... Ja, echt een eye-opener. Het is wel lekker als je zoiets gevonden hebt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Deze die je overal kan toepassen. Ja, en als je dus bij iemand begint, dan zet je dat gelijk neer. Weet je, wel. Je kan met een test dus kennelijk 20% halen. Ja. En dat kan gigantisch zijn. Dus dat was wel een grappige testreeks inderdaad. Ja. Ja, over USP-lijstje, ik kan me een case herinneren. Volgens mij was dat bij een energieleverancier. Dat er een brainstorm, er stonden iets van 10 USP's op die website. Lastig. Wilden ze dus testen met minder USB's. Maar ja, welke kies je dan? Want we hebben er 10. De lange brainstorm met het hele team. Iedereen heeft al die USB's gerankt. En dan samenvoegen. Er komt natuurlijk een top 10 lijstje uit. Gewoon een ranking komt eruit. Toen hebben ze de top 3 daarvan getest, uiteraard. Ja. Wat ze ook gedaan hebben, is de bottom 3 getest. En gewoon random 3 USP's testen. Gewoon elke laad van load van de pagina, zeg maar, een andere 3 kiezen. Wat bleek? 3 werkte altijd beter dan 10. Ja. Maar welke 3? Dat maakt er geen klap uit. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Dus het zegt wel weer wat van hoe lastig dat is om als team, zeg maar, ook. Ik bedoel, dat zijn de mensen die website maken en je bent daar dagelijks bij betrokken. Hoe lastig dat blijft. Ja. Om dat inzicht in de klant te hebben van wat echt welk en daar een goed gevoel van. En ook dat je het nooit als gegeven kan zien. Want ook al is het dan een reeks geworden bij ons, het hoeft niet voor iedere opdrachtgever te werken. Dus, ja. Nee, en dat vind ik het gave. Kijk, als psycholoog, dat er bakken met onderzoek is gedaan. Psychologisch onderzoek, nou, als het neurologisch onderzoek is, dan zijn het 5 of 10 proefpersonen. Dat is echt heel weinig. Maar als het een beetje sociaal onderzoek is, nou, dan zijn het 100. Of misschien een groot onderzoek zijn er 1,000 mensen onderzocht. Maar we hebben zoveel meer mensen online die... We hebben zoveel meer data. En dan ga je ook die subtiele verschillen zien. Dat je in onderzoek blijkt, ja, social proof, hartstikke krachtig. Ja. Iedereen is daar gevoelig voor, dat werkt bijna altijd. Ja. En dan ga je online en denk van, ja, het werkt inderdaad wel heel vaak. Maar je zal maar net in die hoek zitten dat het niet werkt. Ja. Dat als jij een erotisch getinte website hebt en daar video's laat zien en mij vertelt hoeveel van mijn vrienden die video hebben bekeken. Ik hoef het niet te weten. Laat me dat soort dingen werken dan niet. Of bij een bank. Hadden we dat, volgens mij is de test van online duidelijk ook geweest, dat ze
Bij verschillende producten social proof hadden toegevoegd. Maar ja, je hebt hypotheken, de grootste lening die je maar kan afsluiten, maar sociaal geaccepteerd. Ja. Je hebt spaarproducten. Prima als je gaat sparen. Maar dat ik geld moet lenen omdat mijn koelkast kapot is, omdat mijn auto kapot is, omdat ik daar geld voor moet lenen, dat voelt niet zo lekker. Dat doet pijn. En dan zag je ook dat social proof goed werkte voor de sociaal lekkere producten, zeg maar. Ja. De dingen die wat je deelt met je vrienden. Maar dat geld, ja, daar werkt social proof ook niet voor. Dus als je dan allemaal dat soort dingen klakkeloos gaat toevoegen, ja, dat maakt ons werk lastiger. Maar als psycholoog vind ik dat een hele leuke uitdaging. Ja, zeker. Absoluut. Best practices ook een woord. Wat volgens mij op Conversion Hotel een keer niet gezegd moest worden. Elke keer als iemand best practice zei, dan... Ja, we hadden vanmorgen ook. Dat het inderdaad een beetje een vies woord geworden is. Maar volgens mij komt hij weer en dan is het weer een opkomst. Kan altijd erover. Ja, er zijn gewoon wel best practices. Ja, er zijn gewoon dingen die wel en niet... Ik zou gaan testen om je logo rechtsboven bijvoorbeeld te zetten. Weet je, dat, ja, het is een heel simpel voorbeeld. Maar dat zijn toch wel echt best practices. Ja, precies. Ga je toch wel tegen de verwachting in... maar je moest wel... We hebben ook een keertje de formulieren getest. Als je daar een asterisk bij zet... Wat betekent een asterisk bij een formulierveld? Ja, externe motivatie ten opzichte van intrinsiek... Je zegt in principe, dit is een verplicht veld. Ja. Dat voelt niet heel erg lekker. Dit is een verplicht veld. Als je het weg gaat halen, als je het omkeert... Is het wat vriendelijker... Ja. Maar het is wel een webstandard waar je mee aan het messen bent, zeg maar. Dus dat is niet heel erg lekker. Dus dat soort dingen moet je wel echt valideren. En we hebben ook gezien, bij de ene website werkt het wel, de andere website werkt het niet. Ja. Hey, we zijn bijna door onze tijd heen. Snel. Superleuk. Ja, 3 kwartier gaat snel voorbij hier. Willen jullie nog wat kwijt? Zijn jullie nog op zoek naar mensen? Ja, dat is een beetje ook het thema. Ja. Noem je vacature site. Ja, momenteel niet, maar wel naar opdrachtgevers. Dus, Oh, kijk aan, dat kan natuurlijk ook. Ja, als je... Zagbills.com/... opdrachtgevers. Dat is een vacature, dat doen we ook. Ja, dat is altijd fijn om je portfolio uit te breiden. Hey, het is nog een sessie waar jullie aan gaan deelnemen vandaag. Ik zat op Bart afsluit vandaag. Ja. Vind ik altijd wel interessant. Ja. En ING zag ik volgens mij ook staan. Dus allemaal in de grote zaal. Kevin Anderson, hebben we net gesproken. Die gaat ook spreken als het is. Nou, veel plezier daarbij. Dankjewel. Shirley van Adem en Joren van Gilst van Traffic Builders. Dankjewel. Beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op 1 centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com.